Dan geeft ze eigen over, Blondie. Ze hebben allemaal hun eigen stukje. En als er dan een andere bok doorheen rent, dan laten ze zich horen van, hé, je bent op mijn terrein. Wegwezen. Wegwezen. Of anders wordt het vechten. En anders wordt het vechten, ja. Ik kom hier nu 2 weken in dit. En er staan wel iedere keer dezelfde bokken hier. Dus ik zie wel van, oh, jou heb ik van de week al gefotografeerd. En jou heb ik al gezien. Ik zie er daar ook een liggen, maar niet. Allemaal takken natuurlijk. Het lijkt op elkaar. Mooi, hè? The King of the Forest. Hij is wel heel erg mooi. En ja, die oergeluiden op de achtergrond, echt super. Ze genieten. Dat geluid wat een beest voortbrengt, dat, om te imponeren en de vrouwtjes te lokken. Ja, super tof. Ja, waarom is dat zo tof? Ja, ik geniet er gewoon echt van en dan ook echt met een hoofdletter G. Hoe ze echt zo strijden, die geweien in elkaar en soms ook met takken ertussen. Dan gaan ze gewoon door. En dan gaan ze rusten. Dan zijn ze 's morgens volop in de strijd. Dan op de dag liggen en aan het eind van de dag gaan ze weer strijden. Die is echt super. Echt super gaaf dit.